Yo mensen, Dino Games hier. Vandaag hebben we Landgrab. Ik ben hier eigenlijk een beetje verslaafd aan geworden. Want het levert heel veel geld op. En dat is ook wel mooi. Veel geld en op zich weinig doen. Alleen je gaat wel vaak dood. En vergeet ook niet bij dat ik best 30 ben, hè. Zit de 33 voor mij. 35. Ik ben level 35. En ik moet het opnemen tegen 100, 42, 147. Iedereen heeft rockets en al dat shit. Die nog wel even meepakken, hè? Net te laat met gooien. Ze maakt een zin, man. Alle kleine beetjes helpen. Ja, shit. Ook al zijn er maar een paar kogels geraakt, weet je. Een paar kogels is wel genoeg, want je kan geen snacks. Je kan helemaal niks. Dus op zich is dat niet zo erg. Zullen we helemaal in de weg halen daar. Hoppa. Hoppa, hij daar ook weg. Hij daar weg. Poeper. Zie je, ik heb hem wel. En dat moet je doen, je moet heel goed richten op het bovenlijf. Op het bovenlijf en op het hoofd. Als je dat kan, dan zit je goed. En altijd weer laden. Altijd laden. En als je door anderen beschoten wordt. Maakt niet uit, gewoon doorgaan. Gewoon volhouden. Yeah.
We kunnen niet altijd winnen, hè? En ons team is ook niet zo groot als die van het andere team. Ik zag wel dat er een aantal eruit zijn gegaan. Ja, dan is het moeilijk. Gewoon blijven doorgaan. Schade, schade. Papa. Toch nog een kill. Wat de meeste mensen ook doen is ze schieten en ze merken dat dat iemand anders ook wordt beschoten, zeg maar, door. Dan gaan ze daar naar kijken. Ik zie dat ook heel vaak. Altijd op het hoofd richten. Dutch Rebel. Ja, wat Nederlander. Leuk. Zie je? Altijd op het hoofd. En altijd weer laden. Altijd laden. Wow, we gaan niet weg. We gaan niet weg. Lekker. Oh shit. Oh, ik heb hem wel. Ah, lekker. Kijk, zo kan het ook, jong. Zo kan het ook. Ah, shit. Het komt omdat ik al opstond. En dan raakt het mij. Shit, net erachter, volgens mij. Laat je zien. Kom op, je laat het zien, wil je laten zien. Hoppa, killstreak voorbij. Hoppa. Hoppa. Zie je, het is niet eens zo moeilijk. Kom op, RPG. RPG, zie je wel.
toch nog een kill, hè? Kills op 4. Zou ik niet zeggen. Maar er zit ook wel een verhaal achter, hoor. Want ik ben met Dino Blaster 92. Ben ik al level 477 volgens mij. Dus ik heb ook wel wel wat aardig wat gevechten gehad. Dus ik weet ook wel ongeveer hoe ik moet schieten en al dat soort dingen. Dus daar heb ik het ook wel een beetje aan te danken. Kom op. Yes, lekker. Kut. Oh, hij heeft hem wel. Lekker. Ah, hij lokt niet, man. What the fuck? Waarom lokt hij hem nou niet? Met alle lekker achter dat muurtje staan daar. Ik wil er een bommetje erin gooien. Nog niet? Ja hoor. Ik wel, maar hun niet. Ze weten wel hoe ze het moeten spelen. Ja, lekker makkelijk nou. Welk level was Shine? Shine 100. Ja hoor. En ik knal hem gewoon neer met level 36. Kom op, laat je zien. Laat je zien, pussies. Alle neer. Winnaar. Hoppa, hier. Dutch Rebel. Hier, hoppa. Ah, dat maakt niet uit. Het gaat om de... Grotendeels gaat het om de tegels die je pakt.
Dus als jij de meeste tegels hebt met jouw kleur en je houdt het vast, dan heb je gewonnen. En zij staan nu met 2 punten voor. En je kan wel zien dat blauw, kwart, wanneer is een kwart, hebben we dus. Het gaat niet zo goed. Nou, kan beter. Maar dat ligt ook aan het team. Kijk, ik bedoel, grotendeels allemaal lage levels en 148, 142, 101. Dus ja, dat valt eigenlijk niet tegen op te spelen. En we zijn met een paar man minder, dus. Dus ja. Jammer, jammer. Ik wou het proberen, maar het wou niet. Maar het ziet eruit. We gaan gewoon voor de tegels. Kijken of we voor de tegels kunnen gaan. Ik moet dat wapen wat aan links zit. Ik moet die hebben. Ah, kut. Ik moet die hebben. Zie je, altijd op de hoofd. Altijd op de hoofd richten. Kunnen ze niks. En zelfs niet van een hele verre afstand. En dat hebben we daarnet wel gezien. Te laat. Dan pakken wij die punten. Oh nee, niet. Ze staan nog steeds voor. Zie je? Hoppa! Knallen met die hap. Oh shit. Bijna. Ja, 2 kanten, ik zeg ze wel. Ja, op erop, hè. Hoeper. Thank you.
Maakt niet uit, maakt niet uit. Het gaat om de tegels. Nou, ook al heeft het geen zin meer, is altijd te proberen waard, hè? Nou, het is niet meer te proberen waard, man. Dat hebben we gewoon ook knallen. Kassa! Oh. Nou, hoeveel hebben we verdiend? 19.000, bijna 20.000. Niet slecht. Ik ga het nog één keer doen. Nog één keer. Zullen we een poepje laten ruiken? Alhoewel. Als de andere team sterker is, dan is het andersom. Ik denk wel dat het goed moet komen. Kijk, we zitten hem vol, joh. 400. Ik vind het echt zo raar dat andere mensen die denken van, oh, daar zitten hoge levels, daar gaan we bij. Maar eigenlijk maakt het helemaal geen reet uit. Want de game zelf, die gaat bepalen wie wat waar komt. Dus als ik nou in deze team ga, voor hetzelfde geld dan wordt degene die hier staat met het masker op zijn hoofd, die gaat in één keer naar blauw. Dus het maakt op zich helemaal geen ene reet uit. Dan zul je het net zien, dan kom ik bij deze team en een aantal anderen, die gaan weer terug naar het blauwe team. Ja, dat gebeurt dus niet, maar je kan zo meteen wel zien op de lijst dat het gewoon gelijk staat met mensen. Ik zie het nu al. Ja. Kijken. Ja, oranje team staat iets minder.
Nee, 2 in 1. Hoppa. En de mensen altijd om zeuren. Ja, maar ik kan niet schieten. Ik heb geen skills. Ik kan het niet. Nee, natuurlijk. Ik kan het ook niet. Ik doe het wel even. Maar poeper jij. Hé hey, jongen, sloei. Tuurlijk. Hij wel, ik niet. Hoe dan? Als je wil aan mijn koevoet. Tegeltjes pakken. Hoppa. Thank you.
Mooi man. Volgende ronde. Zestienduizend. Kassa. Waar zijn er twee kwijt? Hun zijn er één kwijt. Maar ik denk wel dat moet lukken. Kom op. Nee, pak niet dat wapen. Oké. Okay. Oh, jawel. Nee, niet. Deze railgun is vet, jongen. Oh, joh. Hoppa. Oh shit. Kom dan. Het is precies hetzelfde zoals ik. Ah, shit man, shit. Mijn killstreak. Gone.
Weer 10.000. Gaat lekker zo. Hoor. Ik bedoel, nou gaat het wel lekker, maar dat komt omdat de andere team niet echt 100% presteert. Maar als het een moeilijker team is, ja, dan. Daar komt er wel iets meer bij kijken dan alleen maar campen. En op één plek zitten en zo. Shit man, dat gaat voor die wapen, die wil ik ook niet zo erg. Ah, shit man. Het was bijna. Shit man. Serieus? Netwerkfout. Okay. Vaag. Wel raar. Volgens mij had het met de party te maken dat ik zo'n netwerkfout had, maar of dat klopt, dat weet ik niet. Maar ja, maakt niet uit. Maar zoals jullie zagen, je kan met level 36 ook makkelijk een level van 200 of zo uitschakelen hoor. Het is alleen weten waarop je moet richten. De meeste mensen die weten dat niet. Tenminste, voor zover ik weet, ik zie mensen klagen op internet en zo. Dat ze niet weten hoe ze een goed wapen moeten gebruiken op tegenstanders. En niet alleen in dit soort games, maar ook gewoon op lobby's, gewoon vrij spelen, zeg maar. Dan heb ik voor zulke mensen, die schieten maar wat in het rond. En die weten niet, ja, die weten gewoon niet wat ze doen, weet je. Maar ik heb wel weer even 75.000 gepakt. Kijk, hoppakee. Ik heb mooi de kast in. 515. Kan ik zo meteen voor 6,50 een
mijn eerste business kopen. Of kopen, beginnen, starten zeg maar. Dat is met het wiet. Dat is het kleinste gebouw. Het kost 6,50. Nou, dan moet ik die mensen nog kopen. De spullen zijn met ervoor. Oh, ik ben terug. En dan de mensen, de spullen en de beveiliging. Dat was het. Maar ja, zoals jullie zien, het kan. Je kan gewoon met level 36 spelen. Als jullie deze video leuk vonden, laat alsjeblieft een like achter. Subscribe. En dan zie ik jullie later.